Niet alleen appelbomen, ook pruimenbomen heeft pomoloog Mazzeltros. Ja, deze die hangt nog helemaal vol. Dit is de reine Victoria. Het is een heel rijk dragend ras wat eigenlijk elk jaar volop vruchten geeft. En die zijn nu, op dit moment zijn ze dus rijp. Ja. En ook hier het probleem, er is een tak uitgebroken? Ja, de kop is eruit gebroken en die heb ik voor 3 weken geleden al opgeruimd. Dat is jammer, maar er groeit wel weer een nieuwe in. Trekt het ziektes aan als er een deel afsterft? Nee, trekt geen ziektes aan. Nee. Dit herstelt zich volgend jaar gewoon weer. Hij zal volgend jaar wel niet zoveel dragen als nu dit jaar, maar dat hoeft van mij ook niet. Als hij de helft geeft, ben ik nog niet tevreden. Zijn pruimen makkelijk om te verbouwen of om neer te zetten? Ja, pruimen zijn over het algemeen probleemloos. Alleen je moet wel rekening houden met zo'n pruimenboom als dit ras Victoria, dat je toch echt op tijd gaat dunnen. Want anders dan scheuren je takken uit. Of je moet ze op gaan binden of stutten, een van de twee. Maar als je dus gaat dunnen, worden ze ook smaakvoller dan dat je alleen zo heel veel pruimen hebt. En dan worden ze ook wat groter. En waar komt dat door dat die smaak wat heftiger is? Doordat de voedingsstoffen verdeeld worden over minder pruimen. Daardoor krijg je wat smaakvollere pruimen. We staan hier wel bij een hele aparte appel, hè? Ja, dit is een hele onooglijke appel. Bruin van kleur, roest kun je eigenlijk wel zeggen. Het is een hele gezonde boom en een hele lekkere appel. Het is een bewaren appel en het is een handappel en die gebruik je vanaf januari. Ja. Hij heeft wel iets met iets koksachtig van smaak. En zoet. Heerlijk fris zoet. Hij hangt helemaal vol, hè? Ja. Hij hangt weer goed vol, terwijl hij vorig jaar ook echt vol heeft gehangen. Marcel, we staan hier bij een duo-appel, of niet? Ja, we staan hier bij een appelboom. Die heb ik omgeënt, omdat ik die dubbel heb. De oorspronkelijke boom is een Prinses Nobel. Die zit ook redelijk vol nu. En daarbij in heb ik een Lady Henneker. Dat is een Engelse appel bij ingeënt. De bedoeling is dus dat we verder gaan met de Lady Henneker en de Prinses Nobel wordt weggesnoeid. Ja. Gebeurt het vaker dat er twee soorten aan één boom... Dat gebeurt wel meer. Het is alleen eventjes uitkijken dat je zorgt dat je de juiste groeikracht houdt. Dan kan dat wel. Dan is het geen probleem. Een klein boompje in wording van een hoogstam. Hij is nu 3 jaar oud. Hij draagt nu al vruchten. Het is een modern ras. Het is champignon. Het is een appelras wat je veel tegenkomt in de voormalige Oostbloklanden. Daar wordt hij nog vrij veel gekweekt. Ik kweek hem even om te kijken hoe het is met zijn ziektegevoeligheid, zijn groeikracht en zijn smaak uiteraard. Als die mij goed smaakt, dan mag die blijven en anders dan komt er een andere appel op te staan. Dit is een handpeer, Beurré Hardy. Misschien maar onooglijk van kleur, maar het is over 3 weken een hele sappige handpeer die heel goed te eten is en helaas niet bewaarbaar. Dus je hebt er ongeveer van deze boom hooguit 14 dagen plezier van. En dan is het weer gebeurd. Dan moet je weer een jaar wachten. Nou, hier heb je het verschil tussen een en hetzelfde ras. De ene is dus de gewone standaard Gravensteiner. En de andere is dus de typische rode Gravensteiner. Die is rood gekleurd. Maar voor de rest is alles hetzelfde. Zowel de smaak is hetzelfde van de niet-rode Gravenstein en de rode Gravenstein. Plus het verschil is nog iets in grootte. Maar voor de rest is de smaak hetzelfde. Is Gravenstein een handappel of een... Gravenstein is een handappel. Een handappel voor vanaf half augustus tot... Nou, die gaat wel mee tot oktober. Dit is het appelras New English Pigeon. Die men in Nederland ook wel noemt Zoete Jopen. En dan is die naam vooral bekend in Drenthe. Het is een herfstappel, maar hij is zoet. Dus hij is zeer geschikt voor hete bliksem. Dit is Keuleman. Dit is een heel oud ras. Keuleman komt ook weg van de naam dat men ze vroeger inkuilde, net als aardappels. En ze zijn eetbaar vanaf maart, volgend jaar pas.
zo lang moet je ze bewaren voordat je ze kunt gebruiken. En dan zijn ze heel goed te gebruiken van maart tot en met juni. Dus je kunt eigenlijk uit je eigen boomgaard een jaar rond eten aan vruchten. De vraag van jou is, waarom staat er klaver onder de appelboom? Nou, dat is heel eenvoudig. Klaver brengt stikstof in de grond door middel van wortelknolletjes die ze vormen op hun wortels. En als deze wortels dan afsterven, dan komt de stikstof vrij. En die komt dan weer vrij voor mijn appelboom. En dat is een natuurlijke biologische methode, zodat je dus geen kunstmest hoeft te gebruiken. En dan kan ik het op deze biologische methode toch de boom voorzien van stikstof. Hoe het determineren in zijn werk gaat? Nou, hier hebben we dus een voorbeeld van een perenras wat nog niet bekend is wat het is. Dus begin je maar heel eenvoudig, omdat je weet dat hij dus nu bijna ongeveer rijp is, pak hier een boek bij. Ga je vervolgens doorbladeren, ga je hem determineren alleen op de bijzonderheid van deze peer. En dat is een hele bijzondere lange steel die vaak ook nog krom is. Dus dan ga je daar eerst bij zoeken. Vervolgens heb je een ras gevonden waarvan je denkt, zou misschien kunnen. Ga je verder lezen, lees je wat is zijn rijptijd, lees je zijn eigenschappen. Of het een stoop- of handpeer is. En let je vooral op de vorm van de peer. Je let, wat belangrijk is, wat ook bijzonder bij deze peer is, zijn grote kelkbodem, die ook nog open is. En dat die grote kelkbladeren heeft. En als laatste, dan snij je dus een peer door om hem helemaal te controleren op de vorm van het klokhuis. En als alles dan klopt, dan heb je het ras gevonden. En hoe lang doe je daarover? Dat kun je ligt aan het ras wat je hebt en wat je in je hoofd hebt zitten, maar dat kan duren tussen de 5 minuten en 4 dagen. En ook wel eens een jaar of gebeurt dat nu? Nee, want als je het ene jaar er niet uitkomt, dan maak je daar een aantekening van en dan probeer je het volgend jaar weer. Er zijn dus wel eens soorten boven water gekomen waar ze 3-4 jaar mee aan determineren zijn geweest. Maar dan kom je er niet helemaal uit met de vorm van de vruchten. Of het lijkt erop, maar dan is het er net niet. Dan lijkt het erop en dan is het bijvoorbeeld net niet. En dat kan dus zijn dat je een peer bijvoorbeeld hebt qua vorm en je hebt er een rasnaam bij en dan klopt het allemaal, maar bijvoorbeeld net de steel niet of net het klokhuis niet of net de rijptijd niet. Dus dan klopt er ergens niet, maar dan kun je die peer nog geen naam geven. Komt er heel precies op aan, om een precies ras te determineren.